Wij begonnen het in 2000. Toen heb ik een operatie ondergaan. Die bedoeld was om bewusteloosheid bij het naar rechts draaien van het hoofd op te heffen. Wanneer ik dus mijn hoofd naar rechts draaide, dan werd ik bewusteloos. En mij was gezegd, dat is een levensbedreigende situatie. Maar na 6 weken voelde ik me ineens ontzettend beroerd midden in de nacht. En ik ben 3 keer bewusteloos geworden. Met heel veel moeite ben ik diezelfde dag opgenomen in het ziekenhuis. En toen werd ik eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt. Want er werden geen scans genomen, er werd geen adequaat onderzoek gedaan. En ze lieten me maar liggen. Maar ik heb toen gemerkt dat in de maanden daarna, dat ik geen adequate informatie kreeg. Geen eerlijke informatie, geen diagnostiek en ook geen herstelbehandeling. Het is onvoorstelbaar moeilijk om dat mee te maken. Ik heb dagelijks en ook 's nachts dus heel veel hoofdpijn op de plaats van de operatie. Ik ben volledig afhankelijk geworden van hartmedicatie om überhaupt een paar uur per dag rechtop te zijn. Ik kan nu nog ongeveer met heel veel moeite maximaal 10 meter lopen. Daarna gaan mijn benen scharen en val ik op de grond. Er is een paar maanden geleden een expert geweest die heeft gezegd, ja, het is volstrekt duidelijk wat er aan de hand is. Die teflon is verhard, is gecalciferd. En die drukt op die vitale structuren, namelijk en de hersenstam en de slagader. En daardoor heb je die hartproblemen en daardoor kun je vrijwel niet meer lopen. Ik heb inmiddels in de loop van de jaren een aantal artsen gevonden die bereid waren om dat wel op papier te zetten. Dus het plaatje is wel duidelijk, maar echt een goede medische begeleiding krijg ik nauwelijks. Ik krijg dus de medicijnen voorgeschreven tegen de hoge bloeddruk en hartritmestoornissen en tegen de hoofdpijn. Maar er wordt niks gedaan om het proces te stoppen. Dus mijn prognose is heel, heel, heel erg slecht. En ik ben met alles, vrijwel met alles ben ik afhankelijk van hulp van anderen. Ik kan een paar minuten staan. Ik kan in huis dus kort lopen. Buitenshuis moet ik in een rolstoel zitten, maar die kan ik niet zelf bedienen. Ik kan geen auto meer rijden. En het enige wat je kan zeggen, dat omdat het mij zo getroffen heeft, dat ik me daarvoor ben gaan inzetten om de situatie van medische fouten te begrijpen. En niet alleen te begrijpen, maar ook te proberen te verbeteren. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor anderen. En je probeert zin te geven in datgene wat je aangedaan wordt. Je probeert een weg te vinden dat anderen, zowel de medische sector als de overheid, als wetenschappers, dat die begrijpen dat dit echt anders moet.